jouw dames en heren, we zijn aanwezig vandaag bij FC Eendracht Kuurne. Ik ben Kurt Hermans, algemeen sportief verantwoordelijke en ook financieel verantwoordelijke, tevens trainer van de PU17, de provinciale U17. Zou je kort de geschiedenis van deze club kunnen schetsen? Ja, dus in feite, Eendracht Kuurne is ontstaan 10 jaar geleden door een beetje een samenloop van omstandigheden. Er was Kuurne Sport die in eerste provinciale speelde. Die waren dus gepromoveerd, maar dan werden er financiële moeilijkheden vastgesteld binnen de club. En dan is in feite de jeugd zich gaan afscheiden en heeft een nieuwe club gesticht, FC Eendracht Kuurne. Het jaar erop was Kuurne Sport failliet en zijn wij in feite verder gegaan met de jeugd en zijn wij begonnen met een eerste ploeg die nu nog altijd het uithangbord moet zijn van onze club. Oké. Je hebt net gezegd, kort, wat is jouw functie? Ja. Maar kun je een klein beetje zijn, hoe lang ben je hier actief en wat wil je bereiken met FC Kuurne? Wel, ik ben hier 10 jaar actief. Dus algemeen sportief verantwoordelijke, zeg maar. Dat is eigenlijk vanaf de U6 tot en met eerste ploeg eindverantwoordelijke. Zelf wil ik wel nog op het veld staan, nog altijd. Dus ik train nu al een aantal jaren de provinciale U17, die eigenlijk de springplank zijn tot de beloften en eerste ploeg. Mm-hmm. Want momenteel hebben wij geen U21 ploeg, wat we volgend jaar door het aantal jongens die doorstromen naar beloften en eerste ploeg waarschijnlijk wel weer zullen hebben. Wat willen we bereiken? Ja, het is simpel. In onze, tussen aanhalingstekentjes, statuten, mm-hmm. in onze overeenkomst bij het begin van FC Eendracht Kuurne is er altijd gesteld geweest van wij willen een ploeg zijn met eigen jeugd. Ja. En dat staat ook vastgelegd bij ons in de notulen van de club, dat iedere wedstrijd, competitiewedstrijd van de eerste elftal, dat er minimaal 10 spelers op het wedstrijdblad van de 15 moeten staan, die dus in feite een jeugdopleiding binnen Kuurne gehad hebben. Jeugdopleiding binnen Kuurne betekent minimaal 3 jaar tot hun 18e hier actief geweest zijn in het jeugdvoetbal. Dat wordt beschouwd als zijnde Kuurnenaar, als je het zo mag zeggen. Wat doen we dan? We vullen die spelers proberen we aan te vullen met een 5-tal ervaren spelers, zodanig dat ze een beetje gehitst worden, die jonge mannen. En dat zijn eigenlijk de knepen van het echte eerste elftal voetbal leren aan die mensen. Okay. Als een nieuw speler wil je een nieuw start gaan hier in Kuurne, moest hij test doen of mag gewoon komen trainen? Maar het is te zeggen, wij hebben een sociale functie in de gemeente. Dus dat betekent dat wij tot U12 zeg maar, iedereen de kansen geven hier te voetballen. Mm-hmm. Natuurlijk, als je dat verder doortrekt, die lijn vanaf U12 naar bovenop, naar de eerste elftal, en je begint te praten over speelgelegenheid, dan ga je binnen de kortste keren overbevolkt zijn. Dus in feite mogen we met een piramide gaan werken. En vanaf U12 moeten ze wel degelijk komen testen. En moeten ze in feite zien dat we provinciale en westelijke ploegen hebben. Ofwel valabel zijn voor de provinciale ploeg, ofwel bij de betere horen van de gewestelijke ploeg. Of anders, dan gaan we altijd verder en verder onze club gaan uitbreiden met massa's spelers die eigenlijk kwalitatief misschien dan te weinig zijn. En dan gaan we ook eigenlijk onze jeugdopleiding, die eigenlijk geroemd is hier in de streek, als zijn de goede kwalitatieve jeugdopleiding, dan gaan we dat ook in hypotheek hebben staan. Hè, en zeggen van dat gaat ten koste gaan, kwantiteit gaat ten koste van kwaliteit. Okay. Welk niveau zitten de jeugdelftalen en A-kern? A-kern is nog in 4e provinciale, maar daar zijn we een paar jaar terug, hebben we de ploeg helemaal vernieuwd. Mm-hmm. Zitten we nu, hebben we gestart met jongens vanaf U21, die dus nu een 2-3-tal jaar al in de eerste ploeg zitten. Ja. Maar ondertussen zijn er ook al, er zit momenteel een 17-jarige, een aantal 19-jarigen, 20-jarigen in de eerste ploeg. En we bouwen, maar voorlopig zitten we nog in 4e provinciale met, we mogen gerust stellen dat we een voetballende ploeg zijn. Maar in 4e zit er ook wat knokkersmentaliteit en wat meer robuuster voetbal. En daar, die jonge mannen hebben daar wat, ik ga niet zeggen problemen mee, maar door de inbreng van vele B-elftallen, nu begint dat, kunnen we wel degelijk mee concurreren in 4e provinciale. Dus in feite, de bedoeling is van op korte, middellange termijn te stijgen naar 3e. En het ultieme doel is ooit een keer met een eigen jeugdploeg volledig met Kuurnenaars in 2e provinciale te kunnen spelen. Dat is het ultieme doel. Maar dat kan nog
Dat kan rap komen, maar dat kan ook nog lang duren, hè? Dat weet je niet. Voetbal is onvoorspelbaar. Hè? De jeugd zitten we met provinciale ploegen, die draaien ja, mee, zeg maar. Ja, er zitten ploegen in die we in feite, waar dat we in feite de top spelen, maar er zitten ook ploegen in middenmoot en meer naar onder, maar dat is afhankelijk van de richting die je hebt. En ja, door het feit dat we ook op Kuurnenaars mikken, ja, dan heb je een keer een goede richting, een keer een sterke richting. Dat is normaal. Wij gaan niet gaan scouten her en der om er 6-7 te gaan bevolken in een jeugdploeg. Nee, wij gaan toevallig een keer iemand tegenkomen in een westelijk niveau dat we zijn, ben je niet geïnteresseerd. Ja, allee, dat we mijn eigen ogen zien en zeggen van dat is geen verkeerde, die jongen is meer waard dan in een westelijke ploeg te voetballen. En dan, dus eigenlijk hebben jullie geen interne en externe scouting? Scoutingsapparaat, nee, die eigenlijk vol actief bezig is. Wij hebben een aantal mensen, contacten, die wel een keer ons tippen. We werken samen met Balbal Vista. Die mensen, als ze ergens gaan kijken, tippen ons wel een keer een speler. We werken ook samen met KV Kortrijk, maar dat is dan meer ondersteuning van hun uit. Ja. Dus ja, op die manier hebben we wel een keer een speler die ons aangeboden wordt via dat kanaal. Maar echt, moet ik gaan zeggen, iedere weekend de velden gaan afschuimen, dat doen we niet. Oké. En hebben jullie ook vrouwenploeg? Nee, dat hebben we niet. Het aantal meisjes is hier beperkt. Hè. Er is een periode geweest waar we meer hadden. Maar ja, ik heb ook het gevoel, er zitten hier een aantal vrouwenploegen in de buurt. En ja, dan, als ze hier in de gewestelijke ploeg spelen, dan kunnen ze even goed vrouwenvoetbal gaan spelen. Ja. En wij hebben er een aantal gehad die echt die switch wel gemaakt hebben naar het meisjesvoetbal. Ja. Puur het meisjesvoetbal, want ja, een meisje blijft een meisje in de jongensporten. Oké. Dat we het zo zullen zeggen. Hè. Werken jullie samen met andere ploegen en wat zijn de voordelen die beide clubs hieraan hebben? Wel, we werken vooral samen met KV Kortrijk. Maar ja, goed, dat is meer in onze richting dan wij in hun richting. Ja. Het enige dat wij hebben is een aantal jeugdspelers die dan een keer gaan proefdraaien daar, die een keer gaan testen, die ervaring meekrijgen. Maar het is eerder meer ondersteuning vanuit hun kant. Ja, trainerskliniek voor onze trainers, allerlei tips die we krijgen voor uit te besteden voor de trainers en dergelijke meer. Ja. Dus dat is in feite, laten we zeggen, de input van hunuit waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Of te maken, ik heb daar redelijk goede contacten, al lang. Ja. En dat proberen we naar onze trainers en spelers en dergelijke te kunnen overbrengen. Oké. Zijn er spelers uit de jeugdopleiding die op hoger niveau succes hebben geboekt? Iemand die heeft hier getraind ooit, heeft ooit bij eerste klasse, tweede klasse? Eerder in de jeugdrangen zijn er een aantal spelers die in het nationaal elftal zitten. Ja. Dan hebben we één of twee die al in het publiek uitgenodigd zijn. Eén heb ik zelf nog gehad als speler, heel vroeger. Die zit in Club Brugge. Die is nu bij de kleine Rode Duivels, zeg maar, van 16 jaar of zo is die. Zoiets, dan hebben we ook een aantal die in Zotte waren, een stuk of twee die daar redelijk meedraaien in die elite ploegen. Maar vooral in de jeugd, de interprovinciale ploegen, en daar hebben we een hele uitstroom zeg maar, van hieruit. Okay. Maar eigenlijk op hoger vlak, x aantal jaren geleden hebben we een paar. En hier hebben we een Harelbeek in het eerste elftal momenteel, en de rest zit meer eerste, tweede provinciale. Hoe kunnen de interesseerde kijkers met jullie contact komen? Hebben jullie eventueel ook sociale media? Gebruiken jullie Facebook, Instagram? Facebook, sociale media, En hoe kunnen ze vanuit de gemeente is er een gemeentelijk kanaal. Ja. Maar dus voor alle verenigingen, de Kuurnse vereniging, wij werken ook nauw samen met de gemeente. En op die manier kunnen ze ook bij ons terechtkomen. En hebben jullie wel vaste telefoons dat ze kunnen contact nemen? Het is allemaal mobiel. Mobiel, want hier op de club is er tijdens de week niemand aanwezig buiten s'avonds aan de trainingsvelden. En de kantine hier is open in het weekend, maar voor de rest niet. Als er geen weekendwedstrijden zijn, is die niet open. Oké. Dus vanaf nieuwjaar, iedere zaterdag kunnen ze eens langskomen en inderdaad. Met je contact komen. Ja, maar ik ben er niet iedere zaterdag. Ja. Nog sowieso mensen die kunnen ze kunnen aanspreken? Altijd hier terecht aanspreken en die geven wel de gegevens aan mij door. Maar zaterdag vanmiddag ben ik er niet, sowieso niet. Dus de ene moment in het weekend dat geen voetbal is voor mij. Ja. Namiddag ben ik op pad met mijn PU17 ploeg.
En ja, zoals dat is om op voormiddag of namiddag ben ik op de velden te zien voor de belofte en eerste helft. Eerste vraag. Wie heeft recent het record van aantal interlands met Rode Duivels gebroken? A. Eden Hazard. B. Wisse Company. C. Jan Vertonghen. Jan Vertonghen. Dus 1 op 1. Tweede vraag. Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt in de geschiedenis van de Rode Duivels? A. Paul van Heemst. B. Romelu Lukaku. C. Bob Peters. Romelu Lukaku? Nee. Ja. 2 op 2. Derde vraag. Welke spelers was het jongst toen hij voor het eerste meedeed met de Rode Duivels? A. Fernand Nizo. Joseph Mouch. C. Zakaria Bakari. De jongste speler. Bakari? Nee, dat was A. Fernand Nizo. Vierde vraag. Tegen wie scoort, dat is een beetje gokvraag deze. Tegen wie scoort Lionel Messi het Maradona-achtige slalom doelpunt in La Liga? A. Racing Santander. B. Getafe. C. Atletico Club del Bilbao. Getafe. Dus nu heb je al 3, dus je bent de winnaar, maar we gaan nog een vierde vraag stellen. Wie won in 2018-19 de Gouden Schoen? A. Ruud Wormer. B. Hans Van Aken. C. Alejandro Pozuelo. Van Aken. Juist, dus je hebt vandaag 4 op 5, proficiat. Dank u. En bedankt voor een mooie interview. Ja, dank u. Graag gedaan. Trainer van die 11, Koen. Hallo, ik ben Dimitri. Ik sta op de 10. Ik ben 10 jaar en ik speel bij Eendracht Keulen. Hallo, ik ben Leandro. Ik sta keeper. Ik ben 10 jaar en ik speel bij FC Eendracht Keulen. Hallo, ik ben Tristan, ik ben 10 jaar en ik speel bij FC Eendracht Keulen en mijn plaats is de 3. Hallo, ik ben Leon, ik sta op de 9 en ik speel op FC Eendracht Keulen. Ik ben 10 jaar. Hallo, ik ben Niel, ik ben 10 jaar, ik sta op de 7 en ik speel bij FC Keulen. Hallo, ik ben Victor, ik speel bij FC Eendracht Keulen. Ik speel veel op de 7. Ik speel in Eendracht Keulen. Hallo, ik ben Jason. Ik ben 10 jaar. Ik speel op de positie 11. En ik speel in FC Eendracht Keulen. Hallo, ik ben Staf. Ik speel op de 3. Ik ben 10 jaar. Ik speel in FC Eendracht Keulen.
3 punten, is 4 punten. Wie er kunnen? Wie er kunnen? Super kunnen! Super kunnen! Wie er wonderful? Wie er wonderful? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.